Kever, de Golf, de Passat, de Transporter. Menig succesvolle Volkswagen kan bogen op decennia aan ervaring. Maar niet iedere modelreeks groeit ook uit tot een verkoopsucces. Want ik zou ook een rijtje kunnen opdreunen van minder geslaagde Volkswagens. De Lupo, de Bora, de Eos, de Phaeton. In welke categorie de nieuwe Tiguan valt? Laat ik die vraag aan het einde van deze video beantwoorden. De voortekenen zijn in elk geval gunstig, want dit is alweer de derde generatie van de compacte crossover. De uitgaande Tiguan was 3 jaar geleden nog het best verkochte model van de complete Volkswagen-groep. Er werden wereldwijd dus meer Tiguans verkocht dan welke andere Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Lamborghini, Porsche, Seat of Skoda dan ook. Dat je te maken hebt met de nieuwe Tiguan kun je zien aan dit robuuste front dat een stuk hoger doorloopt dan voorheen. In het donker is het juist deze lichtstreep tussen de beide koplampen die verraadt met welke modelgeneratie je van doen hebt. Optioneel kun je de Tiguan straks bestellen met HD matrixverlichting. En dat betekent dat je beschikt over een kleine 20.000 ledjes per koplamp die volgens Volkswagen voor de ultieme lichtbundel moeten zorgen. De uitgaande Tiguan was altijd al verkrijgbaar met een plug-in hybride aandrijflijn, maar je zat dan wel vast aan een duurder uitrustingsniveau. Volkswagen heeft geprobeerd de techniek bereikbaarder te maken en dus kun je er voortaan al vanaf de live uitvoering voor terecht. Hij is er in 2 smaken, eentje met 204 en eentje met 272 pk. Maar veruit het interessantste vind ik het bijna 20 kWh grote batterijpakket dat onder de inzittende schuil gaat. Want daarmee zou je, volgens Volkswagen, meer dan 100 km moeten kunnen afleggen louter op stroom. En zijn je batterijen leeg, dan heb je ze ook in een mum van tijd weer vol. Want aan een publieke paal kun je met 3 fasen laden en aan een snellaadpaal, jawel, de plug-in hybride Tiguan kan anno 2024 snel laden, bereikt hij een snelheid van 50 kW. Behalve als plug-in hybride biedt Volkswagen straks ook een 2-tal mild-hybride uitvoeringen van de Tiguan in ons land aan. Het beschikbare vermogen loopt uiteen van 130 tot 150 pk. Een trekgewicht is vooralsnog niet bekendgemaakt. De Tiguan staat op dezelfde bodemgroep als de nieuwe Passat, waarvan je onlangs al op dit kanaal een video hebt kunnen bekijken. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat jij als crossover-liefhebber niet alleen profiteert van die nieuwe plug-in hybride aandrijflijnen, maar ook van een geavanceerd onderstel dat je op verschillende manieren naar jouw hand kunt zetten. Dit gigantische infotainmentscherm is overigens niet standaard, daar zul je voor moeten bijbetalen. En dat geldt ook voor snuisterijen als stoelventilatie. Die schakel ik nu handmatig in, maar je kunt zelfs programmeren bij welke buitentemperatuur de functie zichzelf aanzet. Volkswagen kreeg de laatste tijd veel kritiek over de opzet van hun dashboards. Op de nieuwe Tiguan keren traditionele bedieningsknoppen terug. Althans, op het stuurwiel. Onder het infotainmentscherm vinden we nog altijd een veegstreep, maar die is voortaan in ieder geval wel verlicht. De keuzehendel van de automaat is verhuisd van de middenconsole naar de stuurkolom, voor extra bewegingsvrijheid voorin. Daarover gesproken, de nieuwe Tiguan is niet per se langer, hoger of breder dan zijn voorganger. Gelukkig zat je op de achterbank ook prima, met eigen ventilatieroosters en 2 USB-C stroompunten. De Volkswagen profiteert wel van een flink grotere kofferbak. In de kofferbak kun je 33 liter bagage extra meenemen dan voorheen. En dat is dan nog met de achterbank overeind. In deze opstelling hebben we dan over 648 liter bagageruimte. De Duitsers doen nog geen uitlatingen over wat er allemaal in past wanneer je de achterbank neerklapt. Maar met mijn kennersoog kan ik zo al zien een stuk meer. De allereerste Volkswagen Tiguan verscheen in 2007 op de Nederlandse markt. Ja, toen had de auto eigenlijk slechts een handvol concurrenten. Dat is vandaag de dag wel anders, maar dat geldt ook voor het aantal geproduceerde Tiguans. Want als ik mij niet vergis, tikt de teller inmiddels de 11 miljoen stuks aan. En dan moet deze derde generatie nog op de markt verschijnen. Dat gaat overigens komend voorjaar gebeuren voor een nog onbekende prijs. Volkswagen heeft er dus alle vertrouwen in, sterker nog. Er wordt intern gefluisterd dat er zelfs ruimte is voor een volledig elektrische Tiguan naast de ID4 en ID5. Wat ik daarvan moet vinden, dat weet ik nog niet helemaal. Laat vooral in de comments weten of jij daar het nut van inziet. Ik ben natuurlijk ook altijd blij met een duimpje als je dit een leuke video vond. En abonneer je op ons kanaal mocht je dat nog niet hebben gedaan, want er zit hier in Wolfsburg
nog meer Volkswagen-nieuws aan te komen.